Mijn naam is Albert van der Molen. Ik werk bij Stedin. Dat is de regionale netbeheerder, ook op Goeree-Overflakkee. En wij distribueren elektriciteit en aardgas als het door zou gaan met waterstof voor verwarming van woningen in stad aan het Haringvliet, dan heb je daar een infrastructuur voor nodig. Die waterstof moet naar de woningen toe kunnen. En het is de bedoeling dat we daarvoor het bestaande aardgasnet gaan gebruiken. Ja, en dat is nou eenmaal iets dat van Stedin is. Dus het ligt voor de hand dat Stedin daarmee een belangrijke partner is. Wat ik zo mooi vind aan dit project is het feit dat het van de bewoners zelf komt. En dat is een groot verschil met andere projecten die ik zie. Dit komt echt vanuit het hart van de mensen en dat maakt het project extra waardevol. En het raakt mij ook persoonlijk en er komen ook mensen na mij. En die moeten ook verder. En ik ben er heilig van overtuigd dat fossiele brandstoffen opraken. Dus het is goed om te kijken naar alternatieven. En een van de dingen die daarbij hoort is van aardgas naar iets anders. En dat anders zou wel eens waterstof kunnen zijn. Wat ik belangrijk vind is dat in juni mensen gaan stemmen. Het is belangrijk dat je je mening laat horen. We bieden die gelegenheid een hele maand lang. Dus maak daar alsjeblieft gebruik van.